koop je inderdaad niks voor. Ik denk dat we goed beginnen. Inderdaad, we hebben het beter van het spel. Je maakt de kans niet af. Volgens mij krijgt Husum na een aantal minuten al per ongeluk in zijn schoot geworpen. Daarna kantelt de wedstrijd wat. En zie je dat we vanuit een persoonlijke fout toch weer worden afgestraft. En dan loop je lang achter de feiten aan. Dus ik koop er niks voor. Het klinkt een beetje moedeloos. Ja, nou ja, je wordt er wel moedeloos van. Ik denk dat we wel vertrouwen moeten houden. Het is nu vooral net na de wedstrijd gewoon heel zuur. Maar ja, het is wel een terugkomend probleem. Persoonlijke fouten. En dat zorgt gewoon voor hele lange wedstrijden. Dit worden vechtwedstrijden. Het zijn wedstrijden waar wij misschien wat minder goed in zijn. Wij willen graag aan de bal, boven de grond. Dan maak je jezelf gewoon heel moeilijk. En dat gebeurt nu weer. En dat resulteert in een nederlaag. Terwijl het jezelf zo makkelijk had kunnen maken, want 4 open kansen, minimaal. Hoe vaak denk je daaraan terug? Ja, vaak. Ik denk dat het nu nog een kort dag is, maar ik denk zeker in de aanloop naar de beelden en naar morgen dat je de beelden terugziet. Ja, dan denk je, vliegen ze maar in. Maar dat is een beetje een wat als. Dus ik denk dat we het snel los moeten laten, dat we snel moeten schakelen, snel moeten kijken naar zaterdag, focus op de competitie. En we moeten verder. Je hebt ook geen andere keuze, want je ligt er gewoon uit. Ja, dat is de bittere pil. En die hebben we volledig aan onszelf te wijten. Kop op, verder. Focus op de competitie. We wilden gewoon heel graag die koker in en daar leef je naartoe. Vandaag een lange dag. Ja, dan hoop je het goed af te sluiten, maar dat mocht niet baten.